Oh, wat is toch een mooie en prachtige Ragnarok hier in onze torenbasis. Gek, epic torenbasis. Moet echt heel veel meer headframes maken trouwens. Die moeten nog even craften. Er zijn die large metal headframes. Die zijn dat gewoon, I guess, ja. Ja, die moeten gewoon, ja. als we gewoon 50 maken, dan redden we het wel, toch? Zou zeggen van wel in ieder geval. Right, nou, er wordt lekker gecraft. Mensen, leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie ook zoveel honger? Oh, het is toch zo... pittig moment van de dag, weet je wel. Ik ben druk bezig met opnames. Ik heb het warm. Ik kan niet zomaar even snel wegwezen hier, want ik moet doorknallen. En dan komt Waifu toch wel echt met de clutch. Oh. I'm fast as fuck. Oh, dat is lekker, man. Yay! Oh. Ja, Waifu in september staat in het thema van chocolade, mensen. Er is altijd een goed moment voor chocola. En dus ook, de Fudge Brownie, de een van de favoriete limited editions, is terug. En nou ook met de nieuwe verpakking knetterziek. De heerlijke, de overheerlijke power notenrepen, mensen. Dit zijn echt goede dingen. Deze krachtrepen komen ook altijd heel goed van pas. Bakken van de goede voedingsstof in. Chocopoeiers komen ook altijd goed van pas. Kun je zelf een shakeje maken. En dan natuurlijk ook nog de classic choco en de vegan choco. Hoppa! Heerlijk mensen, choco is een van de bestsellers van Waifood. En dat is ook met een reden natuurlijk. Ze smaken hartstikke goed. Het is echt heel relaxed. De foodbars, ik eet die ook echt voor het leven. Ik zou zeggen, probeer ze ook een keertje. Kleur het nut. Waifood is een smartfood in een flesje. 500 calorieën, 26 vitamine, mineralen. Bakken veel eiwitten voor die zieke gains, man. Dus dit is gewoon eentje die je niet kunt missen, man. Waifood maakt het allemaal beter. Het is gemakkelijk, je kunt het overal mee naartoe nemen. En het smaakt nog heel lekker ook. En dat met goede voedingsstoffen, dus wat wil je nog meer? Het is echt heel chill, mensen. Check een linkje in de beschrijving. Code Jamesy-YouTube voor 10% korting op het gele assortiment. Dus check het even uit, man. Doe het voor mij, doe het voor jezelf. Zou ik zeer op prijs stellen. Dankjewel, we gaan even verder met onze basis in Ark. Dankjewel, Waifood, voor het sponsoren altijd. You rock. Morgen. Ho. Oh. De basis, man. Het is wel echt een zieke basis. De hedgeframes, waar zijn ze heen? Oh, kan ik niet een autocrafter maken, trouwens? Is dat geen ding? Oh mijn god, ik kan een autocrafter maken. Fabricator Smit, die moet ik hebben. S plus fabricator. Kan ik een Schmidt maken? Schmidt. Oh ja! Oh ja! Nee! Chemistry bench? Kan ik die wel? Nee! Oh, keine spark powder! Oh nee! Oh, dat is niet zo goed, nee. Mortar pestle. Ja, dan maak ik die wel even snel. Dan ga ik wel even spark powder craften, man. Fuck it. Oh, ondertussen een goede slok Waifu. De Fudge Brownie, mensen. Ik zeg het jullie, die is echt goeie, man. Dat is echt opper choco. Choco, classic choco, vegan choco. Super goeie. Fudge Brownie komt er gewoon bij. En die... ja, die bangt er ook gewoon bij, man. Even serieus. Dit is zeker geen underdog. Deze top dog, man. Even kijken. Nou, die zet ik er even snel bij. Gaan we even voor die spark powders. Nou... leuk! Maken die even snel. Maken de bovenkant even snel af. Moet ook gebeuren. Dan moet ik er ook nog een bear trap of zo opzetten. Maar dat komt nog wel. Het is ook gewoon een keer een toren die ik recht heb gemaakt. Eentje die wel klopt. Mijn laatste builds en arcs zijn allemaal zo schuin geweest, jongen. En nou klopt het gewoon een keer. Feels good, man. Eigenlijk had ik deze al 14 breed moeten maken. 14 bij 14, maar goed. Voor nu is het ook even dikke prima, man. Dan moet ik eigenlijk ook even een fortje neerzetten nog. En vanaf deze hoogte ga ik gewoon turrets plaatsen, man. Serieus, mijn element op. Is dat een grap? Oh, even een beetje element pakken. Dan maak ik even meer hedgeframes erbij. Dan meteen even tech teleportje er neer. Als ik die nou gewoon even hier neerzet. Hedgeframes, tech shield. Zo, die zetten we er ook even neer. Deze nog gewoon even hier, ja. Ik moet net zo goed in de generator zetten, boeien. Oh, nou, dan hebben we een leuke... leuk ding, leuk shield. Oké, dat is mooi. Nou, dan moet ik even volle bak turrets hebben nog. En dan, ja, dat is good shit. Alright, dan zet ik die heavy turrets wel eens even neer. Tekken worden gecraft. Oh, met die autocrafter ook even niet vergeten nog, man. Je moet eigenlijk meer tech turrets hebben dan heavy turrets. Dat is wel beter. Zo. Doe ik op alle hoeken doe ik dus gewoon allemaal heavies. En de rest maak ik allemaal tech. Right, die staan allemaal. Alleen nog even die
Tech turrets erbij en dan is het wel gewoon compleet. Right, nou dan hebben we hier de turretje staan toch? Toren 1. Wel ziek. Ja, heel ziek. Ik moet alleen even kijken wat... Eigenlijk is het ook wel handig om hier misschien nog wat aan de buitenkant te plaatsen. Gewoon op elke hoek wat of zo. Wat dan iets meer omlaag staat. Ja man, dan vind ik het wel prima met de turretjes van nu. Dan is dit voor nu sowieso goed verdedigd. Ik moet alleen nog even alle ammo vullen natuurlijk, dat wel. Ik kan vast even een omnitool maken en even de... de advanced rifle bullets die we hebben vast erin poelen. Het is echt heel weinig, man. Dan hebben we in ieder geval iets van verdediging nou. Dan worden we niet meteen kapot geschoten, snapte. En dan kunnen ze ook niet meteen met raketten hier naar binnen schieten, mocht er nog iemand langskomen. Turret options, range, high, ja. Nou, en dan heb ik een beetje ammo in mijn turrets. Hey, lekker man. Verdomme, dan moet ik nog even fabricator hebben. Hè. Ik wil zeggen, kijk of sparkpowder gek. Zo, die erin, dan gaan we een autocrafter maken. Oh, mijn crafting station hebben. Nou, de autocrafter is gemaakt. Dan gaan we voor een replicator erbij. Die rammen we in die autocrafter en dan is dat ook mooi gefixt, man. Hoppa, lekker, select craft station, tag replicator en dan kunnen we hier alles in bouwen. Nice. Dat hebben we eens goed gefixt, joh. Let's get it, man. Ik moet eten hebben, mijn eten is op. Ik heb niet echt een dino die ik kan killen. Als er nou ergens een level 150 spono is, die wil ik gewoon nog hebben ook, wist je dat? 145 spawnen, maar die is kutstad. Dat is jammer. Snel hakken die shit. Moet ook een nieuwe pterodons hebben, man. Die zijn ook allemaal vergaande glorie bij mij. Ja, hartstikke mooi. Dit is de basis dan, man. Ik heb eigenlijk niks meer wat ik hier extra neer moet zetten, volgens mij. Ik moet gewoon even mijn echte main base uit gaan werken ook. Dat is een beetje het doel ook. Ik heb nog superveel structures. Ik moet eigenlijk even een soort van foundation support gaan maken. Ik denk dat ik daar gewoon maar metal foundations ga doen. Dan maak ik helemaal geen zak uit. En dat is hier beneden, man. Ik kan ook even vast gaan zoeken naar mensen hier. Zijn er nog speciale dingen op Ragnarok? Ik weet dat er een iceworm-pie is. We kunnen die iceworm nog even slaan. En die lava golem hebben we ook nog, man. Die kunnen we ook nog killen. Dan ga ik even kijken waar ik mijn foundation support ga beginnen. Ik denk... Ja, al die keien moeten ook echt even weg, man. Pompidompidom. Bob te bouwen. Can we build it? Yeah. Ja, er wordt echt zo'n lijp grote foundation support. Ik denk dat ik hier op dit gedeelte wel de main base ga maken, zeg maar. Dan had ik hem net zo wel even een domino effect kunnen geven, man. Ja, dat kan ik beter wel. Als ik zeker weet dat ik hier de main base maak op dit gedeelte. Nou, laat ik dat meteen maar even doen dan. Er staat ook een random pterodon hier, gasten. Laat me even mijn rust, man. Gek. Als die kei ook even weggaat hier, moet het hele oppervlak moet ik helemaal opvullen, gek. Wat een oppervlak zijn we hier aan het creëren, jongen. Echt niet normaal. Hoor, die duif is helemaal gek, maar ik schrik me kapot. Ik dacht, er zit in één keer iemand achter mij met een pterodon hier, man. Oké, nou, dit is de oppervlak. Ik heb eigenlijk alleen maar dit stukje wat ik uit moet vullen hier. Dit kan ik misschien nog wel doen, maar metal foundation moet ik even nieuw pakken. En dit wordt dan oppervlakken van de main base, I guess, man. Ik zie het nog niet helemaal voor me wat ik hier wil gaan doen. Maar het is gewoon lijp natuurlijk. Het is gewoon fucking lijp. Maar ja, als ik de grond mooi heb uitgevuld, dan ga ik denk ik even die Ice Queen verslaan, man. Even wat loot dropjes pakken. Zo even leuk voor de afwisseling ook. En ik, zo lang bouwen word ik zo eerst er dood van. Maar gelukkig heb ik mijn krachtvoer. Let's go, man. Oh, dit is wel echt lekker, man, Fudge Brownie. Oh! Ja. De naam alleen al, Fudge Brownie. Flats. Flats. Nice. Nee, maar ik meen het oprecht. Het is wel echt heel lekker, man, Fudge Brownie. Is the good shit. Check het echt even uit, man. Kijk gewoon even op de site. Klik even op je linkje. Weet je, je kan zelf altijd bepalen of je wil kopen of niet. Je kan ook zelf bepalen of je wil kijken of niet. Maar het helpt mij ook enorm als je gewoon even op het linkje klikt in de beschrijving en gewoon even doet kijken. En wie weet vind je het wel echt heel nice. En dan zou dat ook heel chill zijn voor jezelf natuurlijk. Misschien heb jij het wel super druk met je leven. Dat je allemaal werken, dingen moet doen en school en noem maar op. Maar je hebt altijd weinig tijd om een goede maatheid in elkaar te flatsen. Nou, dan komt Wifood wel gewoon met de clutch, weet je. Die kun je overal mee naartoe nemen. En het is heel gemakkelijk. Je doet een paar keer schudden en je hebt je maaltijd, weet je wel. Robert, je mag geen boterham in de klas eten. Je hebt les, je mag niks eten, Robert. Dan kom jij aan met je flesje Wifood. Maar juffrouw, dit is geen boterham. Dit is drinken. Drinken mag wel in de les.
Nou, je bek houden. Ja, joh, hoppa, Robert, jongen. Strijden, Robert heeft wel waaifoed gekocht. Blijft als een puzzelman zo'n dominovloer. Ik ga 100% XL-wals gebruiken trouwens, anders duurt het zoveel te lang. Holy shit. Ik dacht er nou even aan. Oké, nou, alleen nog even dit kleine hoekje hier en dan is het gewoon gefixt, of niet? Oh nee, je klopt iets niet. Er kloppen dingen niet, gek. Oh, dat is allemaal dubbel daar. Ja, dat ga ik echt niet meer aanpassen. Het is goed geweest. Nee, daar gaan we niks meer aan doen. Echt niet. Holy shit. Dat klopt voor geen meter. En dat klopt ook voor geen meter. Ja, het is goed. Goed geweest. Hoppa. Random shit plaatsen hier zo. Oké, nou, dan hebben we ons vloertje klaar, denk ik. Oh nee, daar nog een stuk. Ik vergeet van alles de hele tijd. Deze kan ik wel gewoon goed doen. Nou, dan wordt dit de basis. What the fuck? Ja, dat is echt niet normaal, jongen. Maar mooi is met die stackable foundations. Ik kan daar een hele toren aan foundations maken. En dan gewoon de support daar door laten lopen op die berg. En op die berg en op die berg. En dat is wel een beetje mijn idee, zeg maar. Dus dat wordt wel lachen. Alright, maar goed. Ik ga even snel die ice worm killen in die ice cave. Ik denk dat er gewoon wel kan met een goede shotgun rijdt. Van alles wegleggen wat ik nou niet nodig heb. Sniper kan ik ook daarvoor gebruiken. Misschien lukt dat zelfs wel gewoon prima. Harpoon, heb ik nog netten. Nettek ook nog. Mooi, kijk. En ja, ja. Ja, hier red ik het wel mee, joh. We gaan even naar de ice cave. Let's get it. Ice worm pee. Skut, skut. Ik heb alleen niks van extra setjes bij of zo, man. Maar ja, goed. Ik ben een loot drop. Ik neem even al die dropjes mee. Daarvoor ben ik ook hier natuurlijk. Volgens mij krijg je 3 rode drops als je die ice worm killt. Dus niet dat ik nog heel veel aan blueprints heb. Mis ik eigenlijk nog blueprints? Ik weet het niet zeker, man. Ik heb wel echt heel veel blueprints namelijk. Zo, ik zou het eigenlijk niet durven te zeggen, man. Welke blueprints ik nog nodig heb. Nou, daar heb je nog een chest. En hier heb je ook allemaal van die dead worms in die cave zitten, toch? Ja, dat is niks. Ja, dead worm horns heb ik ook niet meer nodig. Want ik heb al 72 melee mantissen. Die moet nog even doorklonen ook. Die ik van de craftmaster heb genakt. Niet normaal trouwens, holy shit. Nou, dan zitten we hier in de cave, man. De ice worm cave. Is dit hem dan? Ah, bossenvebel. Ja, die moet ik hebben. Nice. Nou, ik sprint er gewoon even snel doorheen en dan komt het wel goed. Wel jammer dat ik niet in deze cave kon bouwen. Dan had ik altijd die bos achterin zitten. Kon ik dikke BP's farmen. Of ja, ja, BP's boeien niet meer. Vooral het idee dat ik weer alpha ice cave zou hebben. Dat zou echt heel leuk zijn geweest, maar ja. Het is wat het is. Ik ga een keer een ander projectje aan. Niet in een cave, maar iets super gaars, man. Iets moeilijks ook om te bouwen. Moeilijks om te defenden, maar wel heel groot. Nee, jullie mogen weg. Dat zijn allemaal ijswormpies. Denk niks aan. Ik moet die Ice Queen hebben. Waar zit die ook alweer? Oh, hier is die Ice Queen. Ja, ja, ja. Dan ga ik hier door het water. Door die water. En dan heb je hier de Ice Queen. Zie, we zitten in de bos area. Let's go, man. Oh ja, yeah, Ragnarok bosje. Oh ja. Yeah. Oh, mooi, man. Het is lang geleden dat ik deze heb verslagen. Ik vind het wel grappig. Je hebt ook niet die lava golem, man. Die moest je al met een velo moest je die killen en zo. Oh, mooi. Nou, de Ice Queen. Bonsoir. Nou, daar komt hij aan. Dan ga ik hier boven maar gewoon campen. Want hier moest je al met een Tilacoleo staan of iets. En dan moest je die percentage damage eraf janken. Maar ik shotgun dat ding echt gelijk, man. Holy shit. Die heeft echt niks te zeggen. Au. Au. En hij is dood. Nou, dat was moeilijk. En dan heb je hier dus in één keer 3 loot drops die zijn gespand. En dit is een giga BP waar ik normaal blij mee zou zijn. Maar dit is trash. Voor nu, in ieder geval. Metal Ascent Shield. Oh ja, dat zie ik, En dan hebben we hier de laatste. Is. Yes! Niks! Gewoon pure saus is het. Lekker, man. Kunnen we hier eruit toevallig? Jazeker. Wacht. Ik, hier zit volgens mij nog iets achter, of niet dan? Wat was er ook weer mee? Nee, daar kan ik niet doorheen. Wel, daar kan ik wel doorheen. Er was iets mee. Ik weet het even niet meer. Ik sla er gewoon even een paar keer in. Ja, ik wou zeggen, daar kan je gewoon doorheen, man. Maar waar was dat ook weer goed voor? Dat is nog de vraag. Want heb je hier niet zo'n giga liggen of zo? Of is dit de uitgang dat ik nou gewoon die andere heb gemist?
Oh ja, dan kom ik bij mijn basis uit inderdaad. Met een mooie brug ervoor. Toet toet. Nou, dan zijn we terug bij de base. En dan heb je de bos verslagen. De Ice Queen. Yes. Alright, mensen. Thanks voor kijken naar deze aflevering. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende, man. Dit is knetterziek. We zijn een flinke stap aan het maken, man. Deze pilaar moeten we ook even volle bakken vullen nog. Met een dikke toren. Daar een dikke toren. Daar een dikke toren. Daar een dikke toren. En dan hier beneden ook nog turretwal. 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 Dikke toren. Dit wordt echt een basis, jongen. Dit is niet normaal. Alright. Check nog even snel de linkjes uit in de beschrijving van Y-Food. En code James-YouTube voor 10% korting. Mark my words, man. Fudge brownie is king shit. Alright.